Hallo, welkom bij de Larry M. Kerstspecial-achtige iets. Dit hier is Nick, die hier voor geen enkele reden staat. Maar deze kerstvideo bestaat eigenlijk uit twee delen. Namelijk, ten eerste hebben we een soort pranks en gezang met Colin en Nick. Dit is Nick, die hier zonder reden staat. En ten tweede hebben we een soort Christmas tag met Jody. Oké, leuk, fijne kerst. Oké, doei. Hoi, ik ben Colin. En ik ben Jesper. En wij gaan de mensen in de kerst weer brengen door lekker te zingen. Jij, yeah, kijk. Oh. All I want for Christmas is you. Laatste ding. Iedereen haat me altijd. More than you could ever know. Make my dreams come true. One for Christmas. Is you. I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ik heb wel eens dat je gewoon zo'n stijve lul hebt, dat die gewoon helemaal breekt ofzo. Dat is geen kerstgedachte, juist. Iedereen kent Kim Holland, maar waar kennen wij Kim Holland eigenlijk van? Dat ga ik vandaag onderzoeken. Heb je neus? Kijk, hij heeft zijn neus. Kijk, ik heb hem hier geplakt. Ja, hij, auw. Zie je? Even groot. Ja, op zich, ja, wel, best wel. Ah, Colin heeft zijn toekomstige vrouw gevonden. Hallo, ik ben hier vandaag met een team. Fuck off. Hallo, dit is een Chinees. Helemaal niet. Genaamd Jody. En wij gaan de kersttag doen. Dit is je favoriete kerstfilm. Ik haat kerstfilm. Dit gaat werken. Favoriete kerstfilm, ik denk die ene waarin iemand doodgaat. Is dat een Grudge? Ik heb nooit een kerstfilm gezien. Goed, laten we verder Is Home Alone ook een kerstfilm? Dat is wel een leuk film, ja. Dan is het Home Alone. Jan Jus. Wat staat er bovenaan op jouw verlanglijstje? Plastische chirurgie. Zac Efron. Ja. Bij mij ook. Wat is je favoriete make-up look voor de kerst? Eyeliner, mascara en lipstift. Ja, ook voor mij. Ja, dat kan je wel gebruiken. Wat draag je het liefst tijdens kerst? Zwart. Een spijkerbroek en een shirt. Geen onderbroek. Ja. Speel je liever buiten in de sneeuw of geniet je binnen van een kop warme chocolademelk? Het is best wel koud in de sneeuw, dus ik heb liever, zit liever binnen. Hoe ziet jouw ideale kerst eruit? Zonnetje schijnt of zo. Geen familie, geen vrienden. Dat is echt heel goed. Veel eten. Dat is echt onaardig. Mooi. Wat ga jij doen met kerst dit jaar? Je moeder. Ja. Dat klonk echt als een hond gewoon. Wat voor kleurballen zit er in je kerstboom? Oh, dat weet ik niet. Volgens mij wit. Of zo. We hebben nog geen kerstboom. Ja, maar ik wel. Je moeder ook. Ja, mijn moeder dus ook. Als ik ineens heb, mijn moeder dat ook, hè? Oh. Ja. Nou, wat is je favoriete kerstsnack? Chips. Van eten. Zuurstokken zijn echt goor. Ja, het is een beetje hard en lang. Het smaakt naar pepermunt. Wat staat er bovenop je boom? Je moeder. Dan zak je hele boom in. Oh, dan krijg je weer allemaal van die kerstquotes overal. Dear Santa, all I wish is bla bla bla. Dear Santa, please give me Zac Efron. Of dat soort fucking onzin. Van wie zegt dat nou? Jij zei het ook. Oh ja, shit. Wat is je favoriete kerstdrankje? Nou, gewoon een hele flesje vodka. Bedankt voor het kijken weer. Nee, fuck you. En tot de volgende keer. Nee, fuck you. Doei. Hoi. Grappig, hè? Wauw.